Jullie zijn aanvoerder. Maar het houdt dus in dat jullie de stand voor jullie team bij moeten houden. Oké. Ja. Oké. Ik heb een voetbalschool en de clinics geef ik er ook bij, ja. Dus dat is, ja, dat hoort er ook bij. Plezier straalde vanaf, hè? Ja, het is heel erg leuk om te doen. Die jongens, die kijken er natuurlijk heel erg naar uit. En ze krijgen op een wat andere manier de training. En ja, deze leeftijd is zo leergierig en heel leuk om te doen. Veel enthousiasme. Daar komt Buskemolen. Dat is Buskemolen en de 1-0 voor AZ. Buskemolen met zijn vierde treffer dit seizoen. Goed, Fortes Rodriguez doorgelopen aan de rechterkant. De voorzet is op maat. Daar komt Buskemolen. En knikt keihard en goed in. Als een club een tribune naar je vernoemt, dan zegt dat veel. Michael Buskemolen is een clubicoon. Niet minder dan 470 wedstrijden speelde hij voor AZ. AZ eerde hem dit seizoen dan ook door de tribune op het nieuwe AFAS trainingscomplex naar hem te vernoemen. Ja, een hele grote eer. En ja, dat bij de jeugd een tribune naar je vernoemd is, vind ik een hele grote eer. En, ja, ik vind het ook, ik rijd er zo meteen weer langs het stadion. En dan is het ook gewoon schitterend om te zien, om je foto aan het stadion te zien. Ja, dat vind ik ook een hele grote eer. Michael Buskemolen heeft bij AZ alles meegemaakt. Vlak voor de eeuwwisseling was AZ nog een eerste divisieclub. Daar kwam aan het begin van deze eeuw verandering in. AZ ontwikkelde zich namelijk tot een stabiele subtoppen. Huizigum stronde door en er is de goal van Buskemolen. Buskemolen is daarmee dan ook de verpersoonlijking van de wederopstanding van AZ. Toen ik erbij kwam, ja, was echt wel de mindere periode. Er was geen geld en het dreigt op een gegeven moment zelfs een keer vier te gaan. Nou, er is een hoop gedoe eromheen. Ja, en langzaamaan begon het te leven. En nou ja, goed, wat ik wel, waarom ik ook zo lang bij AZ ben gebleven, ik ben altijd meegegroeid met het niveau. Dus dat maakt het wel erg leuk. We zijn terug in De Noord, een buurtschap ten noorden van Heerewaard. Daar, bij Hugo Boys, geeft AZ-icoon Michael Buskemolen een kliniek. Buskemolen heeft een voetbalschool waarmee hij veel trainingen geeft. Maar het houdt dus in dat jullie de stand voor jullie team bij moeten houden. Oké. Ja. Oké. Wat ik voornamelijk doe is, ik heb een voetbalschool. Daar heb ik meerdere groepen voor en ik geef dat bij RKDES in Kudelstaat. Dat is het hoofdzakelijke wat ik doe. Daarnaast begeleid ik de trainers bij RKDES, zodat ze daar via mijn scholing krijgen, zodat hun in staat zijn om betere trainingen te geven. En ja, kijk, nu komen de zomermaanden weer en dan zijn er altijd wel een paar clinics die ik geef. In de 470 wedstrijden die Buskemolen voor AZ speelde, staat er met name één duel op het netvlies. En dat is een wedstrijd waarvan je het niet zo snel verwacht. Ik kan me wel heel goed ene wedstrijd, maar dat, ik was ook voornamelijk een teamspeler. Dat was meer als team zijnde dat we een keer thuis van PSV wonnen. En dat was eigenlijk een beetje in die periode, nou, dat het allemaal een beetje begon te groeien. En op een gegeven moment, je speelt tegen PSV en je staat in het veld en je hebt zoiets van, we zijn herenmeester. PSV had niks te vertellen, we wonnen die wedstrijd 4-1. Ja, dat is een wedstrijd waar ik zoiets, toen had ik echt zoiets van, kijk eens, dus, nou, dit niveau hebben we toch gehaald. Xavier geeft hem aan Vertu. Van de Weert. Ja, dat kon niet missen, want Waterreus ging nog een keertje onderuit ook. Michael Buskemolen, nooit ging hij naar een andere club. Hij bleef AZ zijn hele carrière trouw. Ja, goed, het is wel heel uniek dat iemand, laat ik zo zeggen, in Nederland kom je het niet vaak tegen dat één speler bij één club zijn hele carrière heeft gespeeld.